Zeeland, land van duinen, dijken en vette klei. Land van klassieke vaderlanders als Michiel Adriaensz de Ruyter en Jacob Cats. Land van zijn voortdurende strijd met het water, maar ook land van Luctor et Emergo, ik worstel en ik kom boven. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Voor de nieuwe aflevering van De Sterkste Man van Nederland zijn we ditmaal op Schouwen-Duiveland. Een stukje Zeeland dat oorspronkelijk uit 4 eilanden bestond, maar door inpoldering en verzanding is geworden tot wat het nu is, 1 geheel. De attente toerist kent de 6 gemeenten. Westerschouwen, Middenschouwen, Brouwershaven, Bruinisse, Duiveland en Zierikzee. En het is dit roemruchte stadje aan de monding van de Oosterschelde dat zich op mag maken voor het geweld van 8 kolossen van kerels die maar 1 ding voor ogen hebben. De titel Sterkste Man van Nederland. Zijn de 8. Allereerst Jalling van der Bos, de reus van Achlem, 34 jaar, 157 kilo zwaar, in 89 sterkste man van Nederland en in 1990 vierde. Hij was erop aanbeland ook bij deze 29-jarige Paul Smeets, een wachtmeester bij de Rijkspolitie. 134 kilogram bedreven in Highland Games en het betere krachtwerk. 28 jaar, 125 kilo, sportschoolhouder in Borculo, vierde in 89, derde in 90, zegt dus per jaar een plaatsje Berend Veenenberg. Eigenlijk was hij er nog niet klaar voor, deze 33-jarige Piet Baassen, een vishandelaar uit Urk. Toch werpt hij zijn volle gewicht van 115 kilogram in de strijd en niet voor niets. 39 jaar, 116 kilo, de kleinste van de 8. Was aanvankelijk bodybuilder, maar sinds een jaar bezig met sterkste manactiviteiten, hagenaar Rens Vrolijk. Piet flikt weer, een nieuw gezicht bij de sterkste man van Nederland. 28 jaar en 138 kilogram zwaar en woonachtig in Ouddorp. Piet kwam via touwtrekken in dit grote werk. 3 keer was hij sterkste man van Friesland en in 1990 werd hij 2e in de sterkste man van Nederland competitie. 28 jaar, 130 kilo, uit Volscharen bij Sneek, Wout Zijlstra. Ten slotte de titelverdediger Ted van der Parre, zeg maar de reus uit Vlaardingen met zijn lengte van 2,10 meter, 150 kilogram en schoenmaat 50. Zijn doel, weer meedoen aan de sterkste man van de wereld. Een zuigeling drinkt bij de eerste dag, eerst later leert hij eten. Zou hij dan als volwassen mens het drinken ooit vergeten? Een tekst die we vinden op de muur van een van de mooiste plekjes van Zierikzee, de Vismarkt, op de hoek van de Sint-Jacobstraat en de Sint-Domenstraat, compleet met afslagershuisje. Oorspronkelijk een hofje voor de familieleden van het Sint-Jacobsgilde, het Gilde van de Schippers, diende deze plek vanaf 1804 als vismarkt voor de kleinhandel. En pas 2 jaar geleden werd het gehele complex gerestaureerd. Voor ons de locatie van het eerste onderdeel, de boomstammen. U weet wel, dat werk van diep door de knieën, het voorslaan en tenslotte het uitstoten. Tegen, blijven lachen. Blijven lachen. Wie worden hier je grootste tegenstanders en om welke reden? Nou, in principe de rest van het veld. Ik heb 7 hete adems in mijn nek. Maar in de afgelopen tijd hebben we lokale wedstrijden ook gehad. En daar kwam toch een Paul Smeets en een Berend Veenenberg. En toch ook Jalling van der Bos. Jalling van der Bos ook weer. Heel goed uit de verf. En dan denk ik van ja, dat zijn toch in principe mijn grootste concurrenten. Maar in principe is iedereen een concurrent. Ted noemt jou als een van zijn voornaamste concurrenten. Ja, dat noem ik Ted. Dat is logisch. Maar we hebben dit jaar een stuk of 4, 5 wedstrijden gehad in het land. En het ging altijd tussen Paul Smeets, Berend Veenenberg, mijn persoontje en Ted. Dus er zal nu weer tussen gaan, denk ik. De 100 en 110 kilo was een eitje voor de heren en daarom meteen maar de sprong naar 120 kilo. Wout Zijlstra slaat dat gewicht over. Piet Baars en Berend Veenenberg hadden geslaagd de poging. En nu de beurt aan Piet Flik weer. 120 kilo dus. Het schudden van het hoofd, het losmaken van de riem. Flik weer blijft steken op 110 kilo. Gebeurde er, Piet? Met die 110 terugleggen, knikje in mijn rug. Ik kom nou weer met optillen naar boven.
Hij vent om je pet diep vooraf te nemen, brak 5 jaar geleden bij een duik in ondiep water zijn nek. Maar zijn massieve spierbundel zorgde voor een wonderbaarlijk herstel. En nu is hij hier, ook voor 120 kilo, rens vrolijk en let op zijn coach rechts. Appold is ditmaal niet in Zierikzee als deelnemer, maar om Van der Par even bij te staan in zijn 120 kilo poging. Ja! Down! Good lift! Down, good lift, al de scheidsrechter buitenbeeld Jeff Cave. De stammen gaan naar 125 kilo. Moeiteloos of overdreven? Nee, moeiteloos nog. Dat ging lekker. 125 kilo dan voor. Er zit meer in dus. De training ging het ook goed. Ik ben niet voor niks gekomen. Ik weet wat Charling van der Bos kan en wat Berend Veenenberg doet. Het is toch... We blijven proberen in de buurt te blijven van die jongens. De eerste voor 125 kilo, Wout Zijlstra. Hij moet slagen, anders blijft hij staan op zijn aanvangsgewicht van 100 kilo en dan wordt hij laatste. Goeie! Ja, Berend Veenenberg werd zich voorlopig nog verzekerd van de concurrentie van Zijlstra. En wat doet Piet Barsen? Dit is net even zwaarder dan een mandje vis. ...120 kilo lukte nog, deze 125 niet. Veenenberg laat het gewicht voor wat het is en we komen bij Charling van der Bos. Charling van der Bos. 125 kilogram. Down! Good lift! Good lift en applaus, poging geslaagd. Smeets en Van der Parren slaan net als Veenenberg over en we gaan naar 130 kilo als eerste Wout Zijlstra. Lift! Natuurlijk is het een schrik, maar het loopt allemaal goed af. De show kan gelukkig gewoon doorgaan, ook voor Paul Smeets, die zich concentreert op 130 kilo. Maar eerst nog even naar Wout Zijlstra. Ging het mis, Wout? Ja, ik verstapte hem even zo. Ik stond even niet lekker. Vorige ging makkelijk en nu... Ja, nog geen concentratie gekregen. Ik weet het niet. Kreeg je het gewicht op je lichaam? Nee, hij stuit er naast me gelukkig. Want ik heb nergens last van, maar ik voel het toch wel even. Ja. Wat is het gevoel tot nu toe? Veel te gespannen. Maar ja, goed, dat is, daar moet ik ondertussen mee om kunnen gaan, dus het komt wel goed. Daarom de walkman afgezet? Ja, dat ene te veel. Zie je, dan kan ik wel weer een versie van de havenzangers opzetten, maar dan word ik weer te rustig. Dus, ja. Het is een beetje sjommelen met de muziek. Paul Smeets voor 130 kilo. Als dan zijn vrouw ligt, dan houdt hij het wel. Veenenberg en Van der Bos overigens, die slaan dit gewicht over. Nou, die lach zegt genoeg. Paul Smeets pakt de 130 kilo en is nog in de race. Evenals Ted van der Parren. En dan zit je nu natuurlijk na te denken, moet ik een stap maken van 5 of van 10 kilogram? Ja, als ik naar de concurrentie kijk, dan kan ik binnen een stap van 5 maken en mijn punten safe stellen. Dan een stap van 10 en mijn punten verspelen. Want het is toch een oorlog met 8 veldslagen en dit is de eerste. Ja! Oorlog, nou, daar begint het wel op te lijken. Dit is Charling van der Bos, de reus van Achtem, gewicht 135 kilo. Wat hebben die vriendjes toch met het omvallen? Eerst Wout Zijlstra en nu met Charling van der Bos. Nee, dat zal duidelijk zijn. Geen goede poging. Hij blijft staan op 125 kilo. Dit is heel raar. Tegenvallen natuurlijk. Ik weet wel. Top 3, top 2 gaat eigenlijk moeten gebeuren. Ik heb nooit van Ted verloren met het onderdeel. Vandaag wel. Ik zal op die andere 7 onderdelen spectaculairs moeten doen, want anders kan ik het wel vergeten. En zo triest is het na het eerste onderdeel. Ja,
Ted van der Parre dan voor 135. Na het afvallen van de ander is hij nu al zeker van een derde plaats. Maar misschien zit er nog meer in. Iets waar Veenenberg niet echt op hoopt. Ga door! Waarom moedig je je grootste concurrent aan? Hij is gewoon de man die verslagen moet worden. Het is gewoon een grote sportman en ik vind die verdient ook zijn erkenning. En dit is mijn erkenning en respect wat ik voor hem heb. En dat wil ik hem afnemen, want ik wil nu respect hebben van iedereen. Ik wil winnen, daarvoor ben ik gekomen. We gaan naar 140 kilo. Ik had mijn kop erom verwet dat je het gehaald zou hebben. Ja, ik zelf ook, maar ik krijg hem niet met de gespanning. Ik kan niet genoeg poes uit het been halen. Ja, dat is het eerste onderdeel. 150, dan moet je overtuigd zijn van jezelf. In dit opzicht ben ik overtuigd van mezelf, ja. Zeker. Met een paar enkele andere delen ook, maar onderdelen ook. Maar dit die moet gaan. Met andere woorden, jij verslaat Smeets. Dat is wel de bedoeling. Veenenberg gaat dus toekijken bij de 140 kilo poging van Smeets en gokt erop dat hij zelf de 150 kilo straks aan kan. Eerst echte Smeets op 140 kilo. Maar of zijn tandarts er nou echt blij mee is? Op een moment dan roep je naar iedereen. Naar de goede herder boven en iedereen om dat gewicht maar de lucht in te krijgen. En hij ging. En hoop ik voor Berend dat hij niet te veel heeft genomen. Want dan heeft hij zijn beurt verspeeld. Berend heeft 150 genomen. Ja, dat zit er voor mij niet in. Die boom is zo zwaar en het zit er niet in vandaag. Maar ik ben hartstikke tevreden met de 140. Want dat was mijn kunnen voor vandaag. En ik heb op dit onderdeel mijn beste nu gegeven. Dus meer kan ik toch niet eruit halen. Smeets gaat dus niet verder. Als Veenenberg echter niet in slag deze 150 uit te stoten, dan blijft hij staan op 135. En wordt Smeets alsnog winnaar. Het was hem gegund. Berend is daar niet op te verslaan op dat onderdeel. Maar ik krijg hem wel. De eerste klap is dus voor Berend Veenenberg, die dit onderdeel ook al won op Ameland. 8 punten voor hem en achtereenvolgens Smeets, Van der Parre en Van der Bos en de anderen. Tussen 1965 en 1971 werd Schouwen-Duiveland en dus ook Sierikzee uit zijn isolement verlost. De Brouwersdam en de Grevelingendam verbonden het eiland met Goeree over Vlakkee. En de Zeelandbrug vormde de verbinding met Noord-Beveland. Ruim 5 kilometer lang met 54 pijlers en 52 overspanningen. En dat alles verankerd in putten van 18 meter diep. En de brug zorgde er onder andere voor dat de afstand van Rotterdam naar Middelburg werd teruggebracht van 140 naar 90 kilometer. En dat is dus ook praktisch voor het vrachtverkeer. Het volgende onderdeel en misschien wel het meest gekende van de hele competitie. Het vrachtwagen trekken. Berend Veenenberg rechts. En Piet Flik weer links. Are you ready? Gewicht van de vrachtwagen bijna 7000 kilo. De tijd bovenin is die uit de eerste serie. Maximum tijd 1,5 minuut. Wie dan nog niet binnen is, krijgt de afgelegde afstand achter zijn naam. Veenenberg wint. Flik weer is tweede en boos. Dammit! Je bent kwaad, Piet? Ja, dat is niet goed, dit. Dat kan veel beter. Begin niet tegen me te zeggen, dit is mijn onderdeel niet. Kijk, zwaardere jongens zijn het voordeel, blijkt. Maar je kunt met een hoge snelheid en veel explosieve kracht kun je heel aankomen op dit onderdeel, tuurlijk. Are you ready?
Dit vrachtwagentrekker gaat in twee heats. De tijden uit beide heats worden samengeteld en dat bepaalt de uitslag. In de eerste serie was Wout Zijlstra heel snel. Met 21,96 een seconde werd hij tweede. Maar nu, in de linkerbaan, waar wat gemene gladde grasprietjes tussen de stenen groeien, daar gaat het een stuk minder. Piet Barsen, ondanks zijn slechts 115 kilo en zijn korte voorbereiding, is snel en wint. Wout Zijlstra, donkere wolken pakken zich samen boven de Zeelandbrug, maar zeker boven hem. Als je je grip kwijtraakt en die auto niet meer rolt, dan is het gebeurd. De stevige rechterknuist van Paul Smeets, vierde in de eerste heat. Zijn tegenstander, derde in de eerste serie, Big Ted. Wout Zijlstra zei het al, zware mannen zijn in het voordeel. Ted van der Parre is zwaar, 150 kilo. Bovendien explosief en dus snel. Maar van echtgenote Ineke mag hij nog sneller. Kom op, Ted! Kom op, Ted! Van der Parre is in deze tweede heat tot nu de snelste, 20,69 seconde. Smeets levert toch al wat tijd in. Het lijkt indrukwekkend. Ja, maar ik krijg nog Geert Jolling van de Bos. Dat is ook een kanje met vrachtwagen trekken. Maar tijd ik nou die pas die hand is goed. Stop! De debutant, Rens Vrolijk. Is hij een beetje teleurgesteld naar de boomstammen? Ja, want normaal in zijn training had hij 140 gehaald. Dus, maar hij vond nou die handvaten en hij was heel erg nerveus het beginnetje. Dus, maar ja, ik hoop dat het nou goed gaat. Hoe vind jij dat werk wat je vader doet? Nou, ik vind het geweldig eigenlijk, want ik had het ook niet verwacht. Maar hij was hartstikke zenuwachtig. Maar hij was gewoon nummer 1. Je hebt een geweldige kanje tegen je. Ik weet het. Klik op oneindig? Ja. Are you ready? Janning van der Bos, na het mislukte boomstand tillen, zei hij dat hij iets spectaculairs moest doen, anders was het over. Rens Vrolijk, zijn eerste heat was snel, maar nu op die grasprieten. Hij gaat het waarmaken. Janning van der Bos loopt met een 7 tonner achter zich net zo makkelijk als zonder en wint in 19,16 seconden. En Rens Vrolijk met zijn slechts 116 kilo. Net als Wout Zijlstra verliest hij de grip. De wagen rolt niet meer. Hij geeft zich over. 1 meter voor de finish. Jouw probleem is opgelost. Ja, eerste. Goed zo. Eén met goede schouder, moet je zeggen. Dan lukt het wel. Ja, ik had het ook goed nodig na die vorige onderdeel. Dus ze weten toch nog dat ze niet van me af zijn. Rens, mijn jongen, wat gebeurde er? Ja, verschrikkelijk. Ik liep hier ineens. Ik denk dat ik net wat te licht ben voor dit baantje. Ik kwam omhoog. Het was over. Ik kon gaan springen. Ik haal het niet meer. Als jij maar stil staat, dan krijg je hem op gang. En gang is alles bij dit werk. Goed, Tjalling wint dus het onderdeel en scoort een volle 8 punten. Hij wordt gevolgd door Van der Parre, Flikweer, Baarsen, Smeets, Veneberg, Vrolijk en Zijlstra. Tjalling lijkt dus weer terug in de race. Nou, als je 1-3 jaar terug gaat naar hinderlopen, toen waren deze twee onderdelen ook al de eerste twee. Toen had ik dus 16 punten na twee onderdelen. Ik denk als het nu 12,5 is, dus ik moet inleveren. Maar ja, dat moeten we allemaal tegenwoordig. Gevoel voor realiteit kun je de Vries niet ontzeggen. Hij heeft inderdaad 12,5 punten, dus een half punt achterstand op Ted van der Parre. Veneberg en Smeets doen het met gedeeld 11 punten. En Baarsen doet ondanks de korte voorbereiding goed mee. Zierikzee leefde vroeger van de lakenindustrie. De meekrap, een beroemde kleurstof, de zouthandel en de visserij. Vandaag de dag kennen we de stad van zijn agrarische omgeving, de mosselen, het toerisme en in industrieel opzicht bijvoorbeeld van bakkerijgrondstoffen. En dat brengt ons bij het derde onderdeel, de meelzakkenrace. En we zijn daarvoor aan de zuidelijke kant van de stad op het Blauwe Bolwerk. En daar vinden we deze prachtige korenmolen De Haas uit 1727. Een type stellingmolen waarin het koren wordt verpulverd tot meel. Nou, wie verpulvert wie in het klassement en wie koppelt kracht aan snelheid?
De opdracht, 6 zakken van 80 kilo naar en op de wagen brengen. Allereerst Tjalling van der Bos, de tweede man in het klassement. Links in beeld de snelste tijd tot nu toe, die van Wout Zijlstra. Van der Bos gooit hier zijn 5e zak op de wagen en nu die laatste nog even. Maar de gang is eruit, het is te zien. Hij loopt niet lekker meer. En dit kost hem ook meer moeite dan hij normaal nodig zou hebben. En die tijd van Wout Zijlstra, pakt hij al lang niet meer. Hij is gesloopt door de 5 voorgaande zakken. De coördinatie is compleet zoek. En dan eindelijk, dan is hij er. De klok stopt op 2:12:07. Niet echt goed dus. De conditie is niet optimaal. Wist ik een klein beetje van tevoren. Ik liep helemaal leeg. De eerste 4, geen probleem. Gewoon lekker op kracht. En die laatste... Nee. Dat was vreselijk. Ik wil je niet teleurstellen, maar eigenlijk ligt hij nog ineens goed op de wagen. Dat blijft er goed staan, zo. Berend Veenenberg, ook bij hem inmiddels 4 zakken op de wagen. Hij is sterk en snel, maar zal hij sneller zijn dan Zijlstra? 1:44:08. Dit is nummer 5. Hij gaat voor die laatste zak. Enthousiasme bij zijn fans, want het gaat lukken met Veenenberg. Hij brengt de voorlopig snelste tijd op de klokken. 1:38:04. Dit is dan het onderdeel waar het op moest gebeuren. Ja, eigenlijk wel. Vorig jaar verloren. En nou is het beter, hoop ik. We gaan afwachten. Zeker even afwachten, want hier is Paul Smeets. Hij levert zak nummer 5 af. Hij is speciaal voor dit onderdeel getraind op de loopband in het fitnesscentrum. Hij heeft snelheid genoeg. 1:38:04 voor Veenenberg. En die laatste zak voor Smeets. De klok rechts is de tijd van Smeets. Nog 10 seconden heeft hij. En daar is zijn tijd 1:33:0. Hij is voorlopig de snelste. Zo, wat was dat? Wat ik denk? Aan mevrouw te horen, de beste tijd. Maar ik moet even afwachten op de juryleden. Hoeveel is de tijd? 1:33:01 dus officieel. Hij is inderdaad de snelste, maar dan Ted van der Parre. Kan hij aan de tijd van Smeets komen? Die tijd van 1:33:0. Maar we zien het rechts in beeld terwijl hij die laatste zak op de schouder neemt. Die tijd heeft hij gehad. De tijd van Veenenberg dan, de tweede. 1:38:04. Haalt hij die nog? Maar de klok stopt op 1:40:04, voorlopig de derde tijd. Denk je Ted? Derde denk ik. Goed gegokt van Van der Parre. 1:40:04 is voorlopig de derde tijd. Nog één man kan er sneller zijn. Deze Rens Vrolijk. Een mislukte eerste dag en een laatste plaats in het klassement kan hier misschien wat worden goedgemaakt. Hij is razendsnel. Nog eentje en let weer op zijn coach. Die heeft het pas echt zwaar. Want die weet ook dat er nog maar een paar tellen voor Vrolijk zijn om die tijd van 1:33:0 te kloppen. En het lukt hem, want de klok stopt op 1:29:08. Hij wordt inderdaad de snelste. En dan willen we natuurlijk wel een gesprekje met de winnaar van dit onderdeel, maar dat gaat even niet. Ik kan niks meer zeggen, zeg. Ja, een Hagenaar die niks te zeggen heeft. Rens Vrolijk, de debutant in dit gezelschap, wint het onderdeel en scoort 8 punten. Voor mannen als Smeets, Veenenberg en Van der Parre. Logisch dat de gehele familie een beetje mag meedelen in de blijdschap. Ze hebben tenslotte niet voor niets een dagje vrijgenomen van school. En met deze overwinning doet Rens Vrolijk nu de laatste plaats over aan Flikwit en Zijlstra. Aan de kop wordt het spannend. Ted van der Parre deelt nu de eerste plaats met Paul Smeets, terwijl Berend Veenenberg oprukt naar de derde plaats. In het havenpark van Zierikzee staat dit anker opgesteld. Een type stokanker uit de 18e eeuw
dat in 1970 werd opgevist voor de kust van Schouwen. Bij het volgende onderdeel gaan we naar het werk met een replica. En we doen dat in de schaduw van opnieuw zo'n prachtige historische plek in Zierikzee, de Zuidhavenpoort. Een gebouwencomplex met een bakstenen poortgebouw uit de 15e eeuw. Er wordt gedeadlift met straps. Rens Vrolijk wordt eerst wakker geschud. Zo, en nou die 370 kilo. Ach, het doel heiligt de middelen, zullen we maar zeggen. Toch lijkt het einde in zicht voor Rens. Ik ben er ook bang voor, maar ik mag niet. Hij ging heel moeilijk. Hij was zwaar. Maar ik ga verder. Alle aandacht voor Wout Zijlstra, die zich ook opmaakt voor 370 kilo. Na Flinkweert valt nu ook de Fries Wout Zijlstra af. Het zit hem niet mee. Het moet gebeuren nu, zei je. Het had nog moeten gebeuren. Ja. En weer niet. Het mislukt allemaal. Ja. En na Flinkweert en Zijlstra zou ik Paul Smeets afhaken. Hij bleef steken bij 360 kilo, omdat hij de 380 niet omhoog kreeg. Een gewicht waarvoor Ted van der Parre zich klaarmaakt. En kijk eens, het is niet Ted's favoriete onderdeel met die lengte. Ik moest heel diep halen. Maar ja, hij moest. Ik heb mijn naam of titel te verdedigen. Hij moet. Hij moest gewoon. Challenge dan voor 390 kilo. Ja! Indrukwekkend. En Rens Vrolijk krijgt eerst weer even een behandeling. Wat ga je voor die mensen doen? Ja! Voor die mensen ga je dat doen. Ja! Goed maar. Ja! Voor die mensen ga je Van der Parre kijkt zijn ogen uit bij zo'n gedienstige helper. Ja! 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 Maar dat was toch te veel. Je slaat als enige 400 over. Geen risico? Ja, groot risico, maar ik sta nog te trillen van die 390. Dus. Pak ik maar 14. Dan heb ik even wat meer rust. We zien het wel. Jack, ik wist het. Ik probeerde het wel, maar ik wist het. Was die andere maximum. Voelde ik al. Maar ja, ik wil het toch even proberen natuurlijk. Ondanks die uitnodigende klappen van je coach, want dat is ongelooflijk, hè? Ja, een beetje sadistisch mannetje. Piet Baassen, ook voor 390 kilo. En wat een machtsvertoon van deze Urker. Ted van der Parre maakt een sprongetje naar 400 kilo. Are you ready? Nou, laat eens zien hoe je de sterkste bent. Let! Los! Los! Ja! Het gebaar van het gaat niet meer en dan kan ook Ab Wolders je daarbij niet helpen. No lift! No lift, Jon. Zwaar, hè? Zo, wist je dat? Zwaar, ik denk, als je hem los krijgt, dan komt niet. Kon niet die poesie maken, jongen. Voor Berend Veenenberg is de 400 kilo zijn vijfde beurt. De sportschoolhouder uit Borculo is een powerlifter. Reserveren van krachten of... Kon je niet meer? Nee, het zat er niet meer in. Ik heb mijn best erop gedaan, maar het... Ik mocht niet baten. En hij kan gewoon, hè? Gewoon hem op, oké. Okay. Ja, lift! Ja! Ja. 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 Down! Het is met horten en stoten, maar hij redt het. Challing deed wat hem te doen staat. Kom op! Wat is dat dan, hè? Maar ook Piet Baassen, ook voor hem 400 kilo. En je zag hem denken van, is die beurt nou nog niet goed? Perfect, Piet.
Tjalling heeft gekozen voor 410. Die beurt moet goed zijn, want anders valt hij terug naar 390. Inderdaad, een fantastische prestatie, maar je gaat niet verder. Nee, de weg was zo lang voordat ik boven was. Maar ik ben er hartstikke blij mee. Het gaat geweldig goed. Gaat het met Tjalling eigenlijk wel goed? Oh ja! Oh ja! Ondanks die geweldige manier van opladen toch niet gelukt. En dan is er nog één man die het mag proberen. Berend Veenenberg, ook voor hem 410 kilogram. Als het hem niet lukt, moet hij zijn eerste plaats delen met Piet Baassen. Tjalling heeft gegokt. De eerste aanzet was goed sterk, maar net niet. Als je zo'n lijntje verder komt, heb ik hem. Dan hark ik hem wel door, maar... Ja, net niet. De moeilijkheid van dit onderdeel is dus vooral dat je... Het is een hefboom. En je moet hem goed kunnen lostrekken. Dan krijg je echt wel genoeg snelheid om boven de knieën te komen. En dan hark je hem automatisch door. Maar bij gewone deadlift is vaak dat je bij je knieën in problemen komt. Maar bij een hefboomwerking is het vooral van achter de grond lostrekken. Wat de problemen. En dat zie je met Berend nou typisch. Als je hem één keer bij zijn knieën heeft, trek je hem door. Gegarandeerd. Maar hij komt net niet hoog genoeg, wat ik dus ook had. Hij komt net niet hoog genoeg. Let erop, daar gaat hij. Daar zet hij aan. Oh, nee. Jammer, man. No lift, zegt Capes voor alle duidelijkheid. Berend Veenenberg is dus gedeeld eerste met Piet Baassen. Tjalling wordt derde, Ted en Rent vrolijk gedeeld vierde en tenslotte Smeet, Zijlstra en Flikweert. Dit onderdeel had je voor jezelf gereserveerd? Ja, eigenlijk wel. Ja. Moet je heel eerlijk te wezen wel, ja. Maar ja, gedeeld één. Zo goed, het verschilt alleen niet in de punten, dat is jammer. Een teleurstelling waar je niet te lang bij stil moet staan, want Veenenberg neemt u de leiding over van Ted van der Parre. Het verschil bedraagt 2 punten. Wat verder opvalt is dat Smeets, Tjalling en Baassen goed meedoen, terwijl Rens vrolijk dichterbij komt. Zierikzee heeft tijdens de 80-jarige oorlog ook nog te maken gehad met de Spanjaarden en hoe. In 1575 werd de stad belegerd door troepen onder leiding van Cristóforo de Mondragón. En ofschoon de bevolking het omringende land onder water zette, kon men toch niet verhinderen dat na een jaar de Spanjaarden muitend de stad zijn binnengetrokken. En dit is wellicht een overblijfsel uit die tijd, een dukdalf, waarvan geschiedkundigen zeggen dat de naam is afgeleid van de hertog van Alva, le Duc d'Alva. Daarom dukdalf, een meerpaal dus, om een schip aan vast te leggen. Wel, onze jongens die gaan een stukje wandelen met 2 van die meerpalen van elk 80 kilogram. De derde man in het klassement na 4 onderdelen, Paul Smeets. En terwijl hij aan het wandelen is, even wat technische informatie. Het parcours is 160 meter lang. Wie het langst volhoudt, wint. Na het loslaten wordt gemeten vanaf de achterkant van de dukdalf. Hij nadert het keerpunt op 80 meter en dat is lastig. Jij moet die bocht om, die zware dingen willen rechtdoor. Smeets komt tot 110 meter en een beetje. De volgende, powerlifter Berend Veenenberg. Hij leidt het klassement. Ruim 110 meter, heb je daarmee een goede afstand neergezet voor je gevoel? Nee, voor mijn gevoel niet. Dat gaat er overheen. Tjalling gaat er overheen. Tja, 91 meter en 11 centimeter. Wout Zijlstra, dit is niet zijn competitie. Hij acteert beneden zijn stand. Ja, niet ver genoeg. Niet voor Paul? Nee, niet voor dit ook niet. Het is wel een stuk beter dan het was, maar ik ben niet ver genoeg. Zijlstra voorbij het keerpunt, richting lastig bruggetje. En dat is ook een aardige benenbreker. Afstand 97 meter 25. Kon je hem ontwijken? Ja, dat wel. Kritiek punt hier, hè? Terug, die heuvel.
Dan voel je het aankomen en denk ik, oh, ik daar maar overheen ben. Lastig, heel lastig. Lastig parcours. Een smal object zo'n dukdalf en dat is prettig, want de armen hoeven, zoals bijvoorbeeld bij Melkussen, niet extra wijd te worden gehouden. En dat kost alleen maar meer kracht. Tjalling van der Bos gaat razendsnel. Hoe bedoelt u, mijn koffers op Schiphol zijn zo zwaar? Deze dingen wegen elk 80 kilo. Dat vreselijke bruggetje heeft hier achter zich en hij gaat maar door. Hij is veruit de beste, maar liefst 119 meter en 55 centimeter. Bijna 120 meter, is dat voldoende? Nee, er komt nog één van 2 meter 12. En als ik 2 stappen doe, doet hij 1. Die loopt sneller dan mij. Hij lijkt niet sneller, omdat zijn bewegingsritme niet sneller is. Maar hij loopt wel sneller, dat hij meer afstand maakt per pas. En die gaat het winnen, no doubt. Big Ted, hij weet dat hij de kop van het klassement weer kan overnemen als dit goed gaat. En daar begint het aardig op te lijken. Moeiteloos haast. Nog even, maar ja, wat heet even, dat bruggetje en dan goed letten op de aanwijzingen. Hier ligt die tweede. Hier ligt die derde. Hier ligt die derde. Daar is de vierde. Dan loop je dan gewoon voorbij en je legt ze vervolgens voorbij de laatste. Zo eenvoudig gaat dat nou. En dan scoor je 121 meter en 75 centimeter. Het snellere lopen van Van der Parre brengt hem inderdaad ruim 2 meter verder dan Tjalling van der Bos. Hij boekt een belangrijke overwinning op met name Berend Veneberg, die het moet doen met 4 punten. Het naamste klapje dat je gegeven hebt is natuurlijk Berend, hè? Daar ging het om. Ik ga nou even lekker relaxen. Valt het tegen Van der Parre. En hier zien we dat klapje in de cijfers van het algemeen klassement uitgedrukt. Van der Parre is nu weer de leider met 2 punten voorsprong op Veneberg. Smeets en Van der Bos volgen nog steeds goed. Wanneer soms de mosselzaadjes zich in dichte bank hebben vastgezet op de bodem van de zee, varen de kwekers uit om te gaan vissen. Nederland is met 90 tot 100 miljoen kilogram per jaar de grootste producent van de wereld. De belangrijkste centra, Harlingen en Den Oever. En in Zeeland, Bruinisse, Tholen, Ierseke en Zierikzee. Zierikzee heeft een vloot van 8 moderne mosselschepen die zowel op de Oosterschelde als op de Waddenzee varen. En vanaf eind augustus elk jaar kan het publiek zich te goed doen aan het zeebanket hier op de Nieuwe Haven. Onze sterkste mannen doen het met grotere mosselen. Met mosselen van maar liefst 15 kilogram per stuk. U begrijpt het al, het gaat hier om de crucifix met Ted van der Parre dus aan de leiding. Kloof met de nummer 2, 2 punten. Voldoende om aan de kop te blijven? Nou, dat is moeilijk hoor. 2 punten is nog net niks. Dat is eigenlijk nog te weinig om een goed gat te staan natuurlijk. En daar, ja, het is, de Berend staat natuurlijk 2 punten achter me. En dat is natuurlijk ook een kei met de crucifix. Ik moet dit onderdeel moet ik eigenlijk winnen. Wil ik een beetje mee kunnen draaien morgen, denk ik. Ja, je hebt morgen eventueel dan ook nog wel een kans, maar om een beetje, ja, dan worden dat weer 3 punten. Als je tweede wordt, dan worden het wel 4. Dus je moet gewoon alles op alles. Dat is dus het perspectief. En als we naar deze Rens Vrolijk kijken, dan weten we dat Piet Baarsen de beste tijd heeft neergezet met 43,99. Maar letten we op die tijd van Vrolijk. Alsjeblieft, 57,5. En in die tijd mag Ted van der Parre proberen zijn tanden te zetten. Zeker niet slecht, maar ruim 2,5 seconden minder dan Rens Vrolijk. En wat gaat er dan om in het hoofd van Berend Veneberg? Paul Smeets, ook hij telt nog mee voor het eindklassement. Wat kan hij? Right arm. Rechterarm gestrekt houden, waarschuwing van Capes. Tijd van Smeet 46-2, de tweede tijd tot nu toe. En het Zierikzeese publiek vraagt zich af of Veneberg inderdaad in staat is om die tijd van Vrolijk en natuurlijk die van Van der Parre te verbeteren. Vrolijk 57-5 en Van der Parre 54-8. 10, kom op.
weer. One warning right. Waarschuwing van Keats, de rechterarm is niet gestrekt. De ogen van Van der Parre verraden de spanning. Voor Veneberg is het buigen of barsten. En het is buigen. De rechterarm vindt geen genade in de ogen van Jeff Capes. Veneberg moet het doen met een tijd van 39-3. En scoort dus op het onderdeel waar hij zijn zin op heeft gezet. Slechts 4 punten. Een fikse tegenvaller voor de sportschoolhouder uit Borculo. Maar de winnaar op dit onderdeel, Rens Vrolijk. De man die eigenlijk pas met de krachtsport is begonnen. Vind je het leuk om in dit wereldje te vertoeven, te midden van zeg maar ook de grotere, de leiders van het algemeen klassement? Ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik ben zelf natuurlijk zeg maar bij hun een lichtgewicht. In principe moet er 10 kilo bij bij mij. En dat probeer ik dan ook wel, maar ik vind het toch leuk. Juist daarom is het leuk als je een keer een onderdeel wint van die grote jongens. Dan kan ik zeggen, dat zijn de bomen en ik ben een houthakker. Een houthakker die overigens wel goed meedoet, want hij staat nu met 27 punten vijfde. Van der Parre doet goede zaken en maakt nu een echte kloof met de volgers. 4,5 punt op Smeets en 5 op Veneberg. We kennen allemaal de uitdrukking geld over de balk gooien. Het is een uitdrukking die komt uit de agrarische wereld van hooi over de balk gooien, zodat het niet in de ruif terechtkomt. En dat betekent dus verkwisting van veevoeder dat voor een boer grote waarde heeft. Voor onze sterke mannen zijn er geen wetten, want zij gooien het geld met zakken tegelijk over de balk. En we doen dat in de buurt van de Sint-Lievens Monstertoren uit de 15e eeuw. In Zierikzee beter bekend als de Dikke Toren. Een zak van 25 kilo, per ronde 3 pogingen. Tjalling van der Bos en Piet Flikweert zijn er al uit. Ted van der Parre nog lang niet. Hier gaat hij voor 4,20 meter. Zijn eigen 2,10 meter is natuurlijk een voordeel. Je keek hem na alsof je verwachtte dat hij met sneeuw erop terugkwam. Nee, kijk hoe hoog hij kwam. En zou ik hem vlak bij die 5 meter komen, dacht, nou, dat zit wel redelijk goed. Ja, het is ook zo koud, dus je moet een paar beurten tussendoor nemen. Dan koel je te hard af. Korte voorbereiding, maar Piet Baars is er nog steeds bij. Ook hij 4,20 meter. Ik probeer af te kijken, zeg je. Je bent een snelle leerling. Ja, in het begin ging het een beetje moeilijk. De eerste kreeg hij zo overeen dat we even mochten oefenen. En ik ga nog lekker mee met die jongen. Dus, kijk, de kracht is er wel, maar de techniek ontbreekt een beetje. Dus het is gewoon voor mij gooien en kijken wat het schip strandt. Maar dat strandt nog niet. Nog niet. Gelukkig niet. Wie heeft het nou moeilijker? Rens Vrolijk? Uit die benen! Of zijn coach? Hé, hey, kom op! Niet over de grond! Ja! Eerste poging op 4,20 meter mislukt. Herkansing dus. Goed staan nou! Wees goed staan nou! Niet over de grond. 1, 2, alles! Ja! Wat valt er een last van zijn schouders? Ja, van die coach dan. De lat gaat weer wat hoger, naar 4,30 meter. Ja, je ziet, ik neem geen risico. Ik ben elke keer aan de beurt omdat ik elke per 10 omhoog ga. Maar ik durf geen grote stap te nemen. Omdat ik geen ervaring meer heb natuurlijk. Maak je geen zorgen over je coach, dat hij een hartaanval krijgt of zo? Op het moment niet, maar eigenlijk moet ik dat wel doen, ja. Maar zo is hij gewoon. Hij leeft met me mee. Echte coach. Veneberg, doet hij nog steeds mee voor de eerste plaats? Ja dus. Niet met je schouder gooien. Ik heb deze net van je gezien in DT. Ja. Niet met je hand gooien. Daar haal je de kracht niet mee. Een hand begeleid alleen. Hou hem lang. Je hand is net het pendule van de klok. Ja. Denk eens, uit je benen en je rug. Die zijn sterk genoeg. Diep weghalen en omhoog. Alleen maar omhoog denken. Wout Zijlstra, ook 4,30 meter. En als een blije Wout Zijlstra de piste verlaat, meldt zich Piet Baarsen. Hij heeft net de nodige instructies gehad van Tjalling van der Bos. 4,30 meter. Jammer, hij sneuvelt en blijft staan op 4,20 meter. Bedankje is er voor hoofdscheidsrechter Jeff Capes. 5 van de 8 zijn nog over. Rens Vrolijk is er een van. De lat nog steeds op 4,30 meter.
Het is een ingehouden vreugde en het wordt snel duidelijk waarom. Weer 10 centimeter hoger. Paul Smeets voor zijn laatste poging op 4,40 meter. Vrolijk, Zijlstra en Van der Parre slagen wel. Veenenberg slaat de 4,40 meter over en gokt op 4,50. Pijn is er nog steeds bij Rens Vrolijk en dus is daar arts Piet Pet. Het is in ieder geval geen grote steuning. Even rustig blijven zitten. Over een paar minuten kijk nog even een keer. 4,50 meter, Wout Zijlstra. Dolgelukkig. Buiten hem zijn er nog 3 over, waarvan 1 met de blessure. Deze Rens Vrolijk, ook 4,50 meter. Bij Wout Zijlstra komt het vertrouwen in zichzelf weer een beetje terug. Komt weer beter, ja. Kun je weer met de boom beginnen, weer van voor de wand. Komt nou eindelijk weer. Ga ik willen? Ik voel me eindelijk weer eens wat, wat vechtlust. Ted van der Par in zijn laatste poging op 4,50 meter. Hij laat hem te laat los en het is gebeurd. Veenenbergs derde kans op 4,50 meter. Zijn laatste geslaagde poging was op 4,30 meter. Hij moet er dus over, anders komt hij nog weer verder achter bij Van der Parre. Ted van der Parre heeft zijn rekensommetje en zijn conclusie al klaar. Is goed voor Ted. Nog 2 man over, of toch niet. Gaat zo goed, 64 ja. En je kap. Ja, kijk eens, Jack. De dokter zegt dat het niet verstandig is doorgaan, want ik heb natuurlijk een blessure en ik wil die stenen zo graag doen. En daar heb ik veel biceps bij nodig en het is mijn biceps. Wout Zijlstra, misschien winst, als enige, 4,60 meter. Wout Zijlstra gooide het beste zijn geld over de balk en scoort dus 8 punten. Zijn vreugdedans en zijn aanslag op capes spraken boekdelen. Rens Vrolijk wordt tweede, Ted derde en Veenenberg vierde. Hier ben ik verschrikkelijk blij mee. Dit maakt me... Het vuur was weer terug, klopt dat? Het vuur komt weer terug. Ja, ik weet het niet, jongen. Ja, ik heb het je al eerder gezegd. Je verdraait je en het zit tegen en je komt nooit weer in de wedstrijd, hè? En nu gaat het weer, omdat ik dit onderdeel ook vind het een prachtig onderdeel. En nu gaat het zomaar weer. Hè? Heerlijk gevoel trouwens weer, dat je weer terug komt. En leuk om zo'n blije man aan het woord te horen, want Zijlstra had zich van deze competitie veel voorgesteld. Niet voor niets was hij tweede op Ameland. Hij heeft nu 25 punten en Ted vergroot zijn voorsprong en is nu 6 punten los. Voor het laatste onderdeel zijn we aan de andere kant van de dikke toren. De Mechelse bouwmeester Antonie Keldermans wilde destijds de toren 130 meter hoog maken, maar de florijnen en dukaten waren op en toen bleef hij steken bij 65 meter. En dat heb je natuurlijk als je het geld over de balk gooit. Het laatste klusje voor de deelnemers, de Stones of Strength van 90, 110, 120, 130 en 140 kilogram. Een oorspronkelijk schotspelletje dat in het verleden al voor heel wat fascinerende beelden heeft gezorgd. En wie slaagt er nou als eerste Nederlander in om ook die vijfde steen op het vat te krijgen. En een sterk applaus voor de eerste deelnemer, Wereldbeker. 5 stenen dus die niet gerold mogen worden. Lukken ze niet alle 5, dan telt de tijd na de laatste steen. Voorgeschreven dus reglementaire hoogte, 1,32 meter. Berend Veenenberg zo goed als kansloos voor de eindzegen, maar zijn tweede plaats wil hij graag vasthouden. Hier gaat hij voor zijn tweede steen. Die gaat er na 13 seconden op. Steen nummer 3 in 26 seconden. De vierde is 130 kilo. Na 51,5 seconden ligt hij, de laatste 140 kilo. Maar zelfs voor een sterke powerlifter als Veenenberg is dat erg zwaar. 20 seconden.
Maar die 20 seconden die hij nog over heeft, benut hij niet. Hij gelooft het wel. Is te gek. Ik heb eraan geproefd. Ja, dat is toch alles. Je krijgt je hand er niet onder, hè? Het is te leeg. Te veel verspeeld. Te moe. Aanmoedigingen van de familie Vrolijk voor de man die vierde staat, maar nog derde zou kunnen worden. Met die blessure heeft hij het gered tot en met steen nummer 4. 140 kilo is te veel gevraagd. Hoe gaat hier door? Janning van der Bos, een mislukte competitie deze keer. Maar hij wil nog eenmaal bewijzen dat hij er wel degelijk bij hoort. Dit is de laatste. Eén troost. Zijn tijd van de vierde steen is voorlopig wel de snelste. 37,69 honderdste seconde. Dit is hem. Kan je titel bekronen? Ik doe ons best. Dat geloof ik al eerder gezegd. Het is een klein beetje de rode draad door mijn voorstellingen. Elk onderdeel net niet. Ja, het is jammer. Maar goed, moeten we zien wat de toekomst zal brengen. Met dat lange lijf heeft Van der Parre natuurlijk het probleem dat kleintjes niet hebben. Hij moet het wel van heel diep halen en dat kost extra kracht. Maar steen nummer 4 lukt, zij het niet in een snelle tijd. 1 minuut en 8,38 seconde. Heeft hij nog kracht en tijd genoeg om als eerste Nederlander die laatste erop te krijgen? Het tillen gaat goed, de kracht is er dus nog, maar de 2 minuten zijn bijna om. Scheidsrechter Jeff Capes dreigt al. En dat waren de 2 minuten, maar zijn eindzege is veilig. Het gaat nu nog om de plaatsen 2, 3 en 4. Pas als Paul Smeet zijn beurt heeft gehad, komt er meer duidelijkheid. Paul Smeet in gevecht met nummer 4. Nu nog derde in het klassement. Als hij dat ding er niet op krijgt, blijft hij staan op 3. En schuift die Dekselse Vrolijk een plaatsje op. Die heeft er immers 4 achter zijn naam. Wout Zijlstra zal het allemaal een zorg zijn. Niet gelukt, hè? Nee. Niet gelukt. Nou, als je dit wereldje mee moet draaien, moet je gewoon 4 stenen tellen. En dan moet je niet praten. Maar er zat geen spanning, geen druppie. Maar leeg, moe, kapot. Het hele seizoen heb ik het zwaar gehad. En ik denk dat ik gewoon te ver ben gegaan. Te veel gegeven op andere onderdelen. Zijlstra heeft dus iets anders aan zijn hoofd. Nog nooit was er immers een Nederlander die nummer 5 de baas was. Hij wil de eerste worden. Nummer 4 gaat nog makkelijk. En nu die laatste. Zo dichtbij en dan toch net niet, maar wel een boodschap. Inderdaad, Wout, zo'n stukje maar. Ga ik echt even het vuur weer, had hij er altijd op gegaan, altijd. Dus mijn stijl niet, iets liggen laten. Het is heel weinig, hè? Zijn troost is echter een eerste plaats. Weer één. Want zijn tijd over 4 stenen was beter dan die van de anderen. Tjalling wordt tweede, Vrolijk derde, Veenenberg vierde, Van der Parre vijfde. Maar wat was Zijlstra dicht bij die vijfde steen? Zonde, 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 zonde. Domme, domme, jammer. En Zijlstra raakte niet over uitgepraat. Het eindklassement dan? Van der Parre prolongeert zijn titel en heeft 5 punten voorsprong op Veenenberg. Vrolijk wordt heel knap derde en laat de resterende 5 achter zich. Van Smeets tot en met Flikweert. Prolongeren van een titel is moeilijk, hè? Want dan is de concurrentie op de loer. Ja, er waren 7 mensen die loerden ook op die titel. Maar ja, god, ik heb hem. Zover ik weet, ben ik de enige Nederlander die hem voor de 2e keer weet te behalen, deze titel. Dus ja, we hebben het weer gered en ik heb er hard voor gewerkt. En het wordt beloond en bekroond met een eerste plaats. Tenerife was een kleine teleurstelling.
maar op Reykjavik kun je revancheren. Durf je aan het hoogste te denken of ben je voorzichtiger geworden? Nee, aan het hoogste durf je te denken. Kijk, eerst had je John Paul Sigmarsson, IJslander. En nou doet er ook weer een andere IJslander mee. Ik weet niet welke IJslander Magnusson. Mee. Magnusson doet mee. En dat is ook een gigant. En voor die IJslanders winnen, een harde dobber. Ik heb twee verschillende IJslanders zien, maar zo allebei zijn ze... Ja, beren goed, dan kan die verwinnen. En op de eerste plaats, de sterkste man van Nederland, 1992, Ted van der Marre! Ted van der Marre. Voor de tweede maal krijgt hij de kans zichzelf te bewijzen bij de sterkste man van de wereld. Ditmaal in IJsland. En hoe hij het doet, dat zien we volgende week bij de AVRO. Vanuit Zierikzee, tot ziens. IJsland. De naam heeft iets bedriegelijks. Er zijn geen Eskimo's en er zijn geen ijsberen, want er zijn de winters te zacht voor. Waarom dan toch IJsland? Gewoon omdat de eerste bewoners het afschilderden als ijzig, koud en onherbergzaam. En ze deden dat omdat ze het eiland voor zichzelf wilden houden en geen pottenkijkers dulden. Een afleidingsmanoeuvre dus. Dames en heren, jongens en meisjes, goedenavond. Voor de nieuwste aflevering van De Sterkste Man van de Wereld zijn we ditmaal op het op één na grootste eiland van Europa. Een eiland van lava, van indrukwekkende gletsjers en watervallen, van gas- en heetwaterbronnen en veel frisse lucht. IJsland ligt vlak onder de Poolcirkel, zo'n 500 kilometer van de Faroe-eilanden en zo'n 300 kilometer van Groenland. Het is driemaal zo groot als Nederland, maar het heeft maar 250.000 inwoners. Ruimte genoeg dus voor in dit geval 10 sterke mannen die maar weer één ding voor ogen hebben, de titel Sterkste Man van de Wereld. En één van hen, Ted van der Parre. We zagen hem vorige week nog overtuigend aan het werk in Zierikzee. Er zit maar een hele korte tijd tussen. Ik heb geen tijd gehad om lekker uit te rusten naar het Nederlands. Ik ben gewoon achter elkaar door om te gaan. Ja, het kan negatief uitvallen, het kan ook positief uitvallen. Dat is de vraag. Dat weet ik niet, maar gezien de training die ik gehad heb naar de Nederlandse, ja, dat ging ook allemaal perfect. Dus... Heb je nog een beetje tijd gehad om te genieten van je titel? Nee, nog niet. Nog niet. Dat komt hierna wel. Ted van der Parre en dan de andere negen. Allereerst de titelverdediger, 29 jaar, 1,90 meter en 135 kilo, Magnus Vermagnusson. Voor het eerst in de geschiedenis meldt zich een Zuid-Afrikaan bij het gezelschap. De 30-jarige powerlifter Gerrit Badenhorst. 33, 1,93 meter en 137 kilo uit Denemarken, Henning Thorsen. We leerden hem vorig jaar in Tenerife kennen als een goedmoedige Canadese boer met een bijna apostolisch gezicht, de 31-jarige Greg Ernst. Met zijn 48 jaar nog altijd de sterkste man van Finland, voor de vijfde keer aanwezig, Ilkka Niemisto. Nog een nieuw gezicht in de competitie als vervanger van John Paul Sigmarsson, de 28-jarige powerlifter uit Finland, Ilkka Kinnunen. Hij is 31 en weegt, jawel, 196 kilo. Dit is uit de Verenigde Staten, James Perry. Deze man pakt in L.A. zilver bij het gewichtheffen en in Tenerife verrast hij met een derde plaats.